genoeg bikini zat, heb ik er nog eentje besteld. Ik ben er wel echt heel blij mee. Ik vind het echt heel erg leuk en schattig. Ik heb het even in de vlecht gedaan. Een weekendje Ibiza. Oh, ik ben zo blij. Goedemorgen allemaal. Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb zo meteen rijles. Het is nu 9:45 volgens mij en om 10:00 word ik opgehaald. Dus ja. Het wordt vandaag super lekker weer. Dus als ik klaar ben met rijles, moet ik van 10 tot 11:30 rijlessen. Dan daarna komt dag, maar dan gaan we lekker op het dakterras zitten. En ja, daar heb ik echt heel veel zin in, want het wordt echt heel warm vandaag. Morgen en woensdag moet ik werken. En voor de rest heb ik eigenlijk nog niet echt een planning. Ik krijg trouwens de laatste tijd, de afgelopen week eigenlijk heel vaak de vraag, echt heel vaak, hoe ik mijn knotten maak. En het is eigenlijk zo makkelijk dat niet eens uit te leggen. Maar ik ga het toch maar even laten zien. Omdat er zoveel vraag naar is, ik ga jullie even hoogzetten. Wacht, ik ga het liever wat hoger zetten. Ja. Hoe ik mijn knotten maak is echt super simpel. Kijk, ik heb al een beetje van mezelf slag in mijn haar. Of na, dit komt door een vlechtje. Ik had vannacht met een vlechtje ingeslapen. Maar normaal heb ik ook krullen van mezelf. Dus dan gaat het toch wat makkelijker of zo voor mijn idee. Want als ik mijn haar heb gesteld, zijn mijn knotten ook heel lelijk. En ik gebruik een invisible om het mee te doen. En ja, ik weet niet. Nou, kijk maar gewoon hoe ik het doe. Maar ik pak mijn haar. Ik doe het een stukje niet helemaal eromheen. Dan draai ik hem. Ik weet niet, ik doe ook... Oh, nu is die echt heel erg mislukt. Ik doe hem nog een keertje. Zo. Waarom mislukt hij nu de hele tijd? Precies als ik het moet voordoen. Ah, mislukt hij. Au, au, au. Oké. Zo. Ja, het is niet heel moeilijk en ik weet ook niet echt eigenlijk hoe ik het moet uitleggen. Maar goed, jullie wilden het zien. Of althans, een paar van jullie wilden het weten, wilden dat zien. Maar goed, ik ga wachten tot mijn rijinstructeur er is en dan ga ik lekker auto rijden. Zo. Aangezien ik nog niet genoeg bikini's had, heb ik er nog eentje besteld. Nee, dit is echt de laatste die ik ga bestellen, jongens. Het wordt echt heel erg. Ik heb trouwens net rijles gehad en het ging wel goed. Ik ga even deze openmaken. De body uitlaten en dan komt Dagmar. Even kijken. Oeh, hij is echt heel leuk. Ik heb deze al in het rood. Maar ik zag hem nu ook in blauw in de sale. En toen dacht ik, ja toch. Dus die heb ik nu ook gekocht. En ik weet niet of ze hem nog online hebben. Ik zou wel even, als ze hem hebben, zou ik een linkje in de beschrijving zetten. Maar hoe leuk is deze kleur. Met ook weer van die roesjes en zo bij je schouders. En achter sluit hij gewoon met zo'n sluitingje. Oh, deze kleur is zo mooi. En bij deze heb ik wel het broekje besteld. Van die rode heb ik het broekje niet. Want die draagt me met Tommy Hilfiger broekje. Maar van deze dus wel. Look how cute it is. Kijk nou. Die ga ik sowieso mee op vakantie. Ik weet dat die past. Want die rode pas ik ook. Dus dan pas ik die blauwe ook. Want het is dezelfde maat. Dat broekje heb ik in een maatje 34. En het topje in een maatje 36. En het topje was nu nog maar €12 volgens mij. En deze was nu nog maar €8. Zoiets volgens mij. Ik weet de prijs niet precies meer. Er zit ook geen bonnetje in. Maar deze dus. En volgende week donderdag. Voor jullie aankomende donderdag. Komt er een bikini stash online. Dus dat is heel erg leuk. Dus als je nou wil weten welke bikinis, badpakken en zo ik allemaal heb. Moet je zeker even die video gaan kijken. Goedemorgen allemaal. Het is dinsdag vandaag. Ik ga even een pakketje op de post doen. Want er heeft iemand... dit blouseje. Even kijken hoor. Iemand heeft dit blouseje gekocht op Unite Wardrobe. Dus die ga ik even inpakken. En dan even naar het postkantoor brengen. Ik heb gewoon dit hele simpele shirt aan weer met die achterkant. En gewoon een sportlegging. Want ik moet straks werken. Van 16:30 tot 19:30. En ik had niet echt zin om me normaal aan te kleden, zeg maar. Dus dat ga ik ook niet doen. Ik heb ook geen make-up op. Want ik ga straks toch heel de dag in het water liggen. Of nou... heel dag, einde van de dag, heel dag in het water liggen. Dus dat heeft ook geen zin. En ik wilde dit. Wilde ik donderdag gaan doen, maar ik dacht zaterdag moet ik ook weer zwemmen. Dus dan is opeens heel het water daar bruin. Dus ik ga het zaterdagavond doen, want dan hoef ik een week lang niet te werken. Dus dan, oké, prima. Ja, ik wil nog iets vertellen. Oh ja, ik heb gisteren een pakje bij Lovies besteld, dus die komt vandaag binnen. Tussen 11:00 en 3:00. Het is nu... hoe laat is het? 12:00.
Dus het kan eigenlijk elk moment binnenkomen. Dus als dat binnen is, ga ik dat ook even laten zien. En ik moet even een nieuwe strip van de pil halen. Maar daar heb ik echt geen zin in. En op zich heb ik nog wel genoeg. Alleen, zoals je kan zien, klopt die niet helemaal. Dus ja, maar goed. Ik ga nu even dat pakje inpakken. En dan ga ik het naar het postkantoor brengen. De verzorger was langsgekomen en die heeft me een pakketje van Lofies gebracht. En ik heb hem opengemaakt al. Maar ik heb niet gekeken. Ik heb dus een pakje besteld. Zo'n pakje wat bij elkaar hoort. Dit is volgens mij het topje. In een maatje XS heb ik het allebei besteld. En dit is het broekje. Ik zal even openmaken. Oh ja. Dit is het broekje. Hij ziet er best groot uit. Ik hoop dat ik hem pas. Maar hij is rood met verschillende kleuren bloemetjes en zo. En dit vond ik echt heel erg leuk. En onder is van die roetjes. En het lijkt een rokje, maar het is dus een broekje. En dit is de top. Die erbij hoort. Het is een crop top. Even kijken. Zo, dat is deze. Die vind ik echt heel erg leuk. Hij heeft ook van die bandjes die je kan verstellen op je rug. Dus dat is echt heel erg chill. En dan van die off-shoulder mouwtje. Nou, ik weet niet hoe je dit noemt, maar ja, je ziet het wel, zeg maar. Ik doe ook aanbeelden erbij, hoor. En dan zulke mouwtjes. En hier van die roetjes, echt heel erg leuk. Ook in een XS. Het topje was €25. En het broekje was €22. Dus die ga ik even passen. En dan hopelijk past het broekje, want hij ziet er wel echt mega uit. Oké, ik heb hem aangetrokken. Ik vind hem echt heel erg leuk. Alleen het broekje, zoals je kan zien, wel groot een beetje. Maar heel misschien of mijn oma hem iets in kan nemen of niet. Want, even kijken hoor. Ik heb ook natuurlijk mijn poetsiering nog. Die staat er denk ik ook wel leuk bij als ik die hier omheen doe. Want kijk, zeg maar, hij hoort een beetje zo. Alleen bij mij zakt hij een beetje naar beneden. Maar het is wel gewoon een maatje XS. Dus wel gewoon mijn normale maat. Even kijken hoe dit staat. Oh, dit is ook wel leuk. Dan kan die nog ietsjes hoger. Zo. Misschien dat het riempje nog even één gaatje bij moet worden gemaakt. En dan dit maak ik gewoon vast met een elastiekje. Maar dat topje vind ik sowieso echt heel erg leuk. Van die roesjes zo. Ik vind die kleur sowieso echt heel erg mooi. Ook als je bruin bent. En dit hoeft niet alleen voor vakantie. Dit is ook gewoon leuk voor als je uitgaat of zo. En dit is de achterkant. Voor het broekje. Ik vind het wel jammer dat het zo groot valt. Maar als ik die riem nog een maatje kleiner maak. Of even aan mijn oma vragen of ze er iets aan kan sleutelen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En het is zo heet. Ik zit ook echt in mijn winterbadjas. Ik ben echt niet goed, maar oké. Dat was mijn moeder die tegen mijn broertje aan het schrijven was. Maar ik moet straks werken. Of het is nu 11:30. En ik moet om 1:15 werken. Dus dat is lekker. Maar ik hoef maar 3 uurtjes. Vanavond komen we opa en oma eten. Dan gaan we lekker kibbeling eten. Dus dat is ook heel erg lekker. Ik heb het gevoel dat deze weekvlog en de volgende weekvlog niet heel veel bijzonders gaan worden. Ik ben trouwens even mijn gezicht aan het schoonmaken met deze. Maar ik doe gewoon niet zoveel. Want ja, vandaag en gisteren moest ik dan werken. Volgende week ga ik al helemaal niks doen. Dan hoef ik ook niet te werken. Maar het wordt zo warm. Maar ja, goed. Echt mijn verhaal ook aan het vertellen. Jong. Maar Miel komt vrijdag terug. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik begin nu wel te missen. Maar dat is best logisch. Want hij heeft natuurlijk, is hij gewoon heel de tijd lekker bezig. En ik ook wel. Maar het is toch anders. Oké. Het is zo warm, jongens. Willen jullie trouwens mijn badpak zien die ik aan moet voor werk? Ik krijg namelijk heel vaak de vraag wat voor werk ik doe. Maar ik werk als assistent bij het geven van kinderzwemles. En dan hebben we een badpak gekregen die we aan moeten. En dat is deze. Ik haat badpakken. Of ja, ik vind badpakken mooi. Maar niet deze. Maar oké, goed. Hij valt nog mee. We hadden ook een oranje speedy kunnen krijgen of zo. Maar hij is gewoon zwart met heel donker paars en felroze. Dus het valt op zich nog wel mee. En hij zit wel lekker.
Dus die ga ik zo meteen aandoen. En ja, ik moet even een nieuwe doos van de pil halen. Maar dat doe ik als ik terugkom van werk. Want ik werk tot 4:15. En dan kan ik daar gelijk langs rijden. Dus dat doe ik dan. Even een cremmetje op mijn gezicht. Deze gebruik ik nog steeds. En voor de zomer ga ik een ander gebruiken. Of ik bedoel voor de zomervakantie, want deze is best wel vet. Maar voor het zwemmen is die wel lekker, want anders droogt mijn huid zo uit. Voor mijn gevoel ben ik echt onzin aan het vertellen allemaal. En opeens gaan mijn abonnees zo bizar hard. Gisteren heb ik gewoon 230 bijgekregen op één dag. En voor sommige mensen zal dat wel heel normaal zijn, maar voor mij is dat echt veel. Want normaal krijg ik er misschien 15 bij op een dag. En nu dus gisteren 230, die dag daarvoor 180. Lekker, ik heb er nu 4100. En in de YouTube wereld is dat niet veel, maar voor mij is het wel veel. 4100 mensen die kijken naar je video's. Of daar kijken er nog wel meer, maar ze hebben 4100 geabonneerd op je. Oké, ik ben klaar met werk. En mijn moeder heeft dus allemaal dingen voor vakantie gehaald. Maar ik dacht misschien is het wel leuk om even te laten zien wat ze allemaal heeft gehaald. Want ja, of ik het nou koop of mijn moeder, dat maakt verder niet uit. Maar er zitten ook dingetjes voor mij bij. Gewoon wattenstaafjes, wat schijfjes. Deze scheermesjes van die wegwerpmesjes. Maar deze zijn echt super chill. Heel scherp zijn deze. Voor mijn moeder te scherp. Want mijn moeder heeft altijd wondjes op haar been hierdoor. Maar ik vind ze echt heel erg chill. Harsstrips. Deze gebruik ik om mijn wenkbrauwen en bovenlip te harsen. Nou, mijn moeder gebruikt deze klemmen voor het strand en zo. Nou, littekencreme, vel, niet heel bijzonders. En twee van deze pakken. Ik weet niet wat het is, maar oké. Okay. Deze twee zijn van mij. Dus die gaan met mij mee. En een van die. Even kijken. En dan heeft ze hier nog allemaal dingen. En dit is eigenlijk voor ons allemaal. Zoals deze dingetjes. Van die luchtverfrissers. Ik weet niet of die... Nee, is nog niet open. Maar dit zijn van die zakjes. Van Robijn. Met Zwitserse geur. En dan gaan dus je koffer en al je kleren daarin naar Zwitser ruiken. Echt super lekker is dit. Potje vaseline. Een minietje sudocreme. Body milk. Gewoon hier allemaal medicijnen. Voor, ja, voor vakantie. Dingetjes zoals muggenspray. Wat is dit? Ook, oh, maar dit is een roller. En dit is als je een muggenbult hebt dat je dit erop kan doen. Dan After Sun, deze. Deze ruikt echt super lekker van Garnier. Ja, zonnebrand. Deze van Vichy is ook een After Sun. Maar deze gebruiken we altijd voor het gezicht. Omdat die zijn meestal best wel vet. En deze is gewoon speciaal voor je gezicht. En ook voor het lichaam. Maar wij gebruiken deze voor gezicht. Dan deze twee voor onder de douche. Deze voor mijn vader en mijn broertje. Nog eentje. Deo voor hun. Deze shampoos. Ook heel chill zijn die. Die gebruik ik natuurlijk sowieso al. Dan deze twee zonnebrand. Deze van Australian Gold. Dit is gewoon zeg maar een soort olie. Factor 10. Dit is echt een zonnebrand. Factor 30. En dan nog eentje van Nivea. Gewoon factor 15. Dan nog een zonnebrand van Rituals voor ons gezicht. Want deze zijn ook allemaal weer heel vet voor je gezicht. En deze gewoon speciaal daarvoor. Gel voor mijn vader. En dan nog nagellak remover. En een potje vaseline. En kijk hoe nieuw die er nog uitziet. Echt geweldig. Maar ik weet niet, ik wil dit gewoon even laten zien. Leek me leuk. Ik heb een nieuwe serie ontdekt. Dat moet ik jullie echt even laten zien. Staat mijn laptop nog aan? Ja. Deze serie. Klem heet die. Klem op NPO is zo leuk. Jullie moeten deze echt kijken als je deze nog niet hebt gekeken. Echt super leuke serie. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Het is nog best wel vroeg. Het is 10:00. Of nou, vroeg voor iemand die vrij is, dat vroeg. En zoals jullie zien, is mijn gezicht een beetje verbrand. Want ik ben gisteravond nog een beetje lesmint met mijn moeder naar de zonnebank geweest. Avontuur, maar ik ben een beetje verbrand. Maar dat trekt morgen wel weer weg. Zoals verder niet heel erg of zo. Ik ga zo meteen even naar de stad. Dat is de reden waarom ik zo vroeg wakker ben. Ik ga even naar de stad omdat ik nog een t-shirtje moet terugbrengen. En ik heb een nagellakje van Kiko in precies dezelfde kleur als mijn nagels. Maar die is bijna op. En mijn moeder heeft ook deze kleur nagels. En wij vinden het leuk als onze tenen dan dezelfde kleur zijn. Dus ik ga twee potjes daarvan halen. Eentje voor mijn moeder, eentje voor mij. Omdat mijn moeder gaat eerder op vakantie en anders heeft ze geen nagellakje bij haar. En anders heb ik hem ook niet thuis. Dus goed verhaal, dat ga ik zo meteen doen. Ik ga eerst even Temptation Island Trips kijken. Aflevering 8 is dat. En even mijn make-up opdoen.
Ik gebruik deze mascara. En daar krijg ik soms ook wel heel vaak de vraag over. Deze mascara gebruik ik maar is bijna op. Maar, ik heb er twee, maar ze zijn allebei bijna op. Ik heb voor vakantie dus, draag ik geen make-up eigenlijk. Ik ga ook mijn wenkbrauwen verven en mijn wimpers. Dus overdag heb ik gewoon geen make-up op eigenlijk. Naar het strand en het zwembad. Maar als ik bijvoorbeeld een avondje uitga of we gaan uit eten, vind ik het wel fijn om wat mascara op te hebben. Maar dan wil ik waterproof mascara op. Omdat bij deze, als je een beetje gaat zweten of zo of iets, dan krijg je hieronder een beetje zwarte vlekjes. Of als je in de zon zit of zo, weet je. En in de avond in Italië kan het best warm zijn. Dus als je nou echt een hele goede, fijne waterproof mascara weet, laat het even weten in de reacties. Anders koop ik namelijk gewoon deze in waterproof. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar andere. En Ape had er altijd eentje van de Hema. Die ligt vroeger ook bij mij boven. Die was ook heel fijn. Dus die zat ik ook voor te kijken. Maar online hebben ze het niet meer. Maar ja, laat gewoon even weten of jullie nog een hele fijne waterproof mascara weten. Dus dat. Ik ga nu even verder met mijn make-up. En Temptation Island kijken. Oké, ik ga dus even naar de stad die ze ook aan heb. Dit shirtje van My Jewelry. Ja, goed uitgesproken Fleur. Broek van de Pieces, Stash van Furla. Schoenen zijn Missandra's. En dit hangt hier trouwens. Dit is onze hond. Dit heeft mijn oma gemaakt met allemaal van die mini steentjes. En ik ga dit shirtje terugbrengen bij de Zara. Die hebben jullie ook in mijn video kunnen zien. Dat ik hier heel erg over twijfelde. Maar ik vind bij mezelf toch niet zo leuk zijn. Dus die ga ik terugbrengen. Mijn zonnebril is van Ray-Ban. Dus ik ga op de scooter naar de stad toe. Oké, ik ben terug. En ik heb mijn nagellakjes. Ik zal ze even aan jullie laten zien. Oh, ja, goed licht ook. Ja, top. Oh, mijn haar is ook zo mooi. Maar, hoor. Ik ga ze even aan jullie laten zien. Ik ga ook gewoon even hier aan tafel zitten. Het was zo warm in de stad, jongens. Dat was echt niet normaal. Want ik heb dus mijn shirtje teruggebracht en een nagellakje opnieuw gehaald. Maar het was dus opeens bij de Kiko 2 plus 2. Dus ik kwam aan met mijn twee nagellakjes, want ik wilde er twee. Eentje voor mij en eentje voor mijn moeder dus. Had ik vanmorgen al gezegd, volgens mij. Zei ze, ja, je mag er nog twee uitzoeken. Oké, ja toch. Dus ik heb nu vier nagellakjes voor maar €4 van de Kiko. En ze zijn echt top, die nagellakjes. Ik zal ze even laten zien. Kijk hoor. Als eerst deze. Hier ging het om, want dit is zeg maar dezelfde kleur als onze nagels. Want mijn moeder heeft ook haar nagels in deze kleur. En deze is in kleur nummer 010. En dan had ik nog deze twee kleurtjes uitgekozen. Want deze had ik al. En die vond ik heel erg mooi. En dit is kleur 054. En ik had er nog eentje die ik normaal ook gesproken heb. Die ik ook heel erg mooi vind, maar die hadden ze niet meer. En toen zag ik deze. Beetje, ja, kan je het zien? Een beetje een paarsig kleurtje. Vond ik ook heel mooi. En dat is kleur nummer 078. Dus vier lakjes voor maar €4. En dan was ik ook nog even snel naar Primark gelopen. Want ik wilde eigenlijk even een goedkope zonnebril voor op het strand. Want ik heb natuurlijk wel mijn reden, maar als er zand op komt en zo in Italië en hij blijft slingeren, vind ik dat een beetje zonde. En als ik eentje van de Primark kwijtraak, is dat niet zo erg. Maar die zag ik dus niet, die bril. Maar ik zag wel deze oorbellen. En ik vond ze zo leuk. Ik weet niet waarom, maar met van die muntjes en zo. En dan, ja, ik weet niet, als je gewoon een hele simpele outfit aan hebt en dan een knot in je haar. En dan deze oorbellen leek me heel erg leuk en die waren maar €4. Dus die heb ik ook meegenomen. Dus, dat was het. En ik ga nu even een korte broek aantrekken, want ik heb nog mijn lange trekken aan. En dat is echt veel te warm in het leven. Dus. Oké, ik ga nu even lekker wat eten voor mezelf maken, want ik heb het nog niet gegeten. Even kijken wat ik ga maken. We hebben niet echt iets lekkers. Ik wil eigenlijk even mozzarella op een broodje doen. Ja, dat is wel. Ja. Ik ga lekker een broodje in de oven doen. En dan ga ik lekker een broodje met mozzarella en pesto eten. Geen tomaten, want de tomaat is op. Maar goed, ik ben echt best wel een beetje bang dat de weekvlog van deze week en die van volgende week niet heel leuk gaan worden of niet heel leuk zijn. Omdat ik doe deze twee weken gewoon niet zo heel erg veel. En ja, ik moest van deze week best wel veel werken. Zaterdag moet ik ook weer werken. Morgen komt Milan thuis. Morgenavond dan.
En ja, voor de rest ga ik eigenlijk vandaag ook niks meer doen. Morgen ga ik ook niks doen, zondag ga ik ook niks doen. En volgende week is natuurlijk zeg maar een week voordat ik op vakantie ga. Dus ga ik ook niet heel erg veel doen. Ik hoef dan ook niet te werken, gelukkig. Dat is wel lekker. Maar dat is dus wel een beetje het mindere hieraan. Want als ik dus niks doe, mensen zeggen van ja, neem vaker je camera mee. Maar als ik ga werken, kan ik ook mijn camera niet meenemen. En midden in de stad vind ik het nog een beetje ongemakkelijk om te filmen. Kijk, straks op vakantie, iedereen spreekt een andere taal en niemand kent me. Dus dan vind ik het anders. Maar stel ik loop zo in de stad en dan komt opeens iemand van school tegen of een bekend of weet ik veel wat. Dan vind ik het gewoon een beetje awkward. Dus, maar goed, ik hoop dat de weekvlogs toch nog een beetje leuk zijn om naar te kijken. En laat vooral weten wat jullie misschien vaker in weekvlogs willen zien. Weet je, bijvoorbeeld vaker dat ik mijn make-up doe in de ochtend of iets dergelijks. Ik film dan niet hoe mijn hoofd, oké. Maar ja, ik weet niet. Laat me gewoon weten wat jullie leuk vinden in de weekvlog. Hoe lang weekvlogs ongeveer voor jullie moeten zijn, wat jullie leuk vinden. En ja, dan ga ik er mijn best op doen. Ik hoop wel, op vakantie ga ik natuurlijk vloggen. En ik hoop echt dat het hele leuke vlogs gaan worden. Dat denk ik eigenlijk ook wel. Want ik heb best wel veel in mijn hoofd wat ik allemaal wil doen en zo. Maar dat is pas aan het eind van de vakantie. Dus ja, en ik twijfel nog een beetje of ik daar een aparte weekvlog van ga. Of zeg maar één weekvlog maak of drie aparte. Ik denk dat het drie aparte worden, maar het ligt er natuurlijk aan hoeveel ik film op een dag. Dus dat moet ik gewoon nog even kijken. Maar ik ga even lekker een broodje maken en dan lekker op de computer. Lekker filmpjes kijken of zo, denk ik. Oké, jongens, er is net eens iets gebeurd. Ik denk een kwartier geleden of zo. Ik weet niet of je het ziet, maar heel mijn handen trillen. Misschien trilt de camera ook wel. Ik denk het wel, maar het maakt niet uit. Namelijk, mijn jewelry, waar ik samenwerking mee heb gehad ooit, dat merk, die had op een Instagram een winactie. En Janie en ik hadden elkaar er gewoon eigenlijk een beetje voor de long in getagd. Deden 3000 mensen aan mee. Nooit verwacht dat we zouden winnen. Maar we hebben dus wel gewonnen. En wat we hebben gewonnen is een weekendje Ibiza. Oh my god, ik ben zo blij. Ik moest gewoon huilen, zo blij was ik. En mijn vader was niet thuis. Hij stond voor de deur toen ik dat berichtje kreeg. En ik moest huilen en hij kwam binnen. En hij wist helemaal niet wat er aan de hand was. En oh my god, ik ben zo blij. We moeten nu dus een mailtje even sturen. Met onze gegevens en zo. En dan gaan we verder kijken. En vanavond komt ook op Instagram en Facebook te staan dat wij hebben gewonnen. Oh my god, ik ben zo blij. Heel mijn handen trillen. Het is echt niet normaal. Heel mijn been trilt ook. Ik weet niet of je het ziet, maar heel mijn telefoon gaat tekeer. Oh my god, ik ben zo blij. Ik belde Janie gelijk. Ze was ook zo blij. We hadden nooit verwacht dat we zouden winnen. En ja, mijn ouders heb ik gebeld. Miel heb ik gebeld. Die zit natuurlijk in Albuvere, maar die heb ik ook gelijk gebeld. Die zei ook, nou, jullie hebben echt zoveel geluk dat jullie hebben gewonnen. Zo leuk. Echt, oh my god. Echt, ik ben zo blij. Maar ik ga ze een mailtje sturen. Maar ik wil het gewoon even aan jullie vertellen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik heb even dit shirtje aangetrokken van Lovies. En gewoon mijn pyjama broekje. Want ik ga even mijn kamer opruimen. Ik heb mijn bed al opgemaakt. Maar ik ga nog even dit kastje en zo opruimen. Daarna ga ik alvast een stukje van mijn weekvlog bewerken. Daarna ga ik douchen. En daarna ga ik een video opnemen. Want die wil ik donderdag online hebben. Ik wilde gisteren eigenlijk ook een video met mijn broertje erop hebben. Maar ja, we hadden eigenlijk, we waren het een beetje vergeten. En toen het laatste moment kwam ik erachter van, oh shit, ik wil nog een video maken. En toen hadden we geen tijd. Dus nou ja, dan maar een ander keertje. Maar ik wil dus voor aankomende donderdag wel een extra video. Dus die ga ik zo meteen filmen. Dan heb ik hem al vast. Dus dat, maar ik ga nu eerst even mijn weekvlog alvast een beetje bewerken. Ik hoop dat er een beetje veel beeld is, als je snapt wat ik bedoel. En ja, oh my god jongens, ik kan het gewoon nog steeds niet geloven. Janie en ik hebben gewoon een weekendje Ibiza gewonnen. Het is zo raar. We moesten een mailtje sturen met onze naam. En vanaf daar zou het verder geregeld worden, maar we hebben nog geen mailtje terug. Maar gewoon even rustig afwachten. Het lijkt echt net of ik geen wenkbrauwen heb. Ik moet echt mijn wenkbrauwen gaan verven als ik op vakantie ga. Maar goed, ja, ik ga even mijn weekvlog bewerken. Oké, ik had gedoucht en aangekleed. Shirt van G's Louise, broek, pieces. Voor de rest heb ik niks aan. Ja, ondergoed, maar dat boeit niet. En ik heb de video opgenomen. En die ga ik nu maar gelijk bewerken. Dus als je wilt zien waar al deze 300.000 nee, bikinis vandaan komen, moet je aankomende donderdag mijn video zien. En vanavond komt Mila terug en ik ga daarheen. En ja, superleuk. Ik ga even deze wafel eten. Because I'm really, really hungry. Dus doei. Oké, jongens, ik zie er echt niet uit. Ik kom net uit mijn werk. En ik ga iets heel erg leuks doen.
Namelijk, ik ga douchen. Dat is niet heel leuk of zo. Ik heb zelfs mijn badpak nog aan, zoals je kan zien. Maar ik ga daarna mijn haar verven met dit. Want ik moet op handdoek droog haar. Maar er zit nu nog allemaal chloor in mijn haar. Ik ga het eerst even gewoon normaal wassen. En dan dit erin doen. Dus als het erin zit, of als ik dat ga doen, kom ik bij jullie terug. Het is gewoon zaterdag vandaag. Oké, ik kom uit de douche. Ik heb wel van mijn wenkbrauwen bijgetekend. Want ik dacht, als ik mijn haar donkerbruin ga maken en mijn wenkbrauwen zijn echt heel blond, dan is dat heel misschien een beetje raar. Ik heb niet echt heel goed licht hier, zie ik. Maar oké. Het moest op handdoek droog haar zijn. Is het nu wel? Een soort van, bijna. Ik doe wel van handschoentje aan, want ik weet niet of het in je nagels gaat trekken. En aangezien ik die gel nagels heb natuurlijk. Even, oh, slim dit. Ik weet dat dit heel slecht is om te doen, maar ja. Ik wil gewoon dat mijn haar droog wordt. Ik ga gewoon even een scheiding maken, zoals ik dat altijd doe. Ik hoop trouwens wel dat het er gewoon goed uitgaat. Na 3 keer was het. Het staat er ook wel op. En ik heb het ook wel bij andere mensen gezien, maar alsnog. Houd 1 tot 3 wasbeurten vol. Dus, oké. Ga ik het verdelen of ga ik allemaal in één keer? Nee, ik ga het wel even verdelen. Boven en onder. Even het bovenste gedeelte opsteken. En ik heb natuurlijk ook nog die lichtblonde kleur. Maar dat lijkt me leuker om te doen voordat ik op vakantie ga. Oké, even handschoentjes aan. Dit zijn gewoon van die latex handschoentjes van de Kruid. Dat kan je volgens mij kopen voor echt nog geen euro. En dan heb je er iets van 20. Oeh. Ik vind het best wel een beetje spannend eigenlijk. Is dat gek dat ik dat zeg? Ik weet het niet. Moet je die misschien even op een andere plek? Nee, ik kan het hier op zich wel oké zien. Oké. Even mijn kleur van nu laten zien. Het is wel gewoon... Ja, ik heb van mezelf een beetje donkerblond haar, zoals je ziet. Eigenlijk wel een beetje. Zo. Oké, nu kan je het goed zien. Dit is de kleur nu. En nu gaan we het spul erin doen. Oh, dat ik ben zo zenuwachtig. Oké, jongens, mijn haar is echt, zoals je kan zien, pik en pik donker. En het voelt echt heel erg aan als stro. Het voelt zo niet lekker aan. En ik vind het eigenlijk... Ik heb nu even een start gedaan, zodat het even kan opdrogen. Maar wacht, even in de camera of in de spiegel filmen. Misschien zie je dan wat beter. Nee, zie je niet. Maar ik vind het zo lelijk. Het staat mij ook gewoon echt niet. Ik word er echt heel bleek van ofzo. Ik weet niet. Maar straks als het helemaal is opgedroogd, zal ik het nog wel een keertje laten zien. Maar ik laat het nu alleen opdrogen om zo meteen aan Milan te laten zien, want die komt. Maar daarna ga ik even opnieuw douchen en mijn haar even 3 keer wassen zodat eruit is. Want eerst twijfelde ik vroeger heel erg. Nou, vroeger nog steeds. Hiervoor van zal ik het bruin verven of niet. Maar nu ik dit heb, oké, dit is wel extreem donker. En het heeft ook een beetje, zoals je kan zien, een paarse gloed. Maar ik ga dit echt niet nog een keer doen. En sowieso niet in het echt verven. Ik hoop maar dat die verpakking klopt en dat het na 3 wasbeurten eruit is. Want ik weet niet of je het ziet, maar het is gewoon echt stro ook. Doordat het droogt zo je haar uit. En als ik deze crème erin wil doen, dan gaat heel die kleur eraf geven, zeg maar. En dan zit het op mijn handen. Maar goed, het heeft ook echt een paarse gloed. Miel vindt het heel lelijk. Mijn moeder vindt het heel lelijk. Mijn vader vindt het heel lelijk. Mijn oom Romana vindt het heel lelijk. Ik ga zo meteen... Even een foto sturen in de groepsapp met de meiden uit mijn klas. Kijken wat zij ervan vinden. Maar never again. En oh, ik heb trouwens even mijn shirts omgedraaid. Omdat anders werden deze letters helemaal zwart. Maar ja, goed verhaal. Oké, mijn haar is iets meer opgedroogd. En ik heb het even in een vlecht gedaan. Nu kan je het wat beter zien. Maar mijn haar wordt ook heel hard. Echt alsof ik er echt moes in heb gedaan. Maar je kan nu de kleur wel goed zien. En ook wel zien dat het niet helemaal mijn kleur is. Ik ga het vanavond gewoon wassen. En dan gaat het eruit. Zeg maar, ik vind het op zich wel een mooie kleur. Alleen het is voor mij gewoon denk ik echt te hard of zo. Ik weet niet. Ik heb het even in een vlecht gedaan. Kijk, je ziet nu echt dat het... Ik weet, zie je ook dat op camera dat het een beetje een paarsige gloed heeft? Ik weet het niet. Maar het heeft dus wel echt een paarsige gloed. Maar ik denk dat het ook komt omdat ik van mezelf blond ben. En als je dit dan eroverheen doet. Ja. Yeah.
Oké, voor vandaag ben ik denk ik wel klaar met filmen. Ik ga toch alleen nog maar vandaag mijn haar wassen. Milan komt zo. Mijn vader komt daar. Zie je hem? Nee, je ziet hem niet. Mijn vader komt er eigenlijk met eten. Hij heeft McDonald's gehaald. Dus dat gaan we eten en dan zo meteen opnieuw. En dan ja, zie ik jullie morgen weer.